Zwemvaardigheid 1, zwemvaardigheid 2, zwemvaardigheid 3, snorkelen. Welke vind je het mooist? Welk diploma? Allemaal. Ben je er trots op? Ja. Kim heeft in het zwembad in Schagen maar liefst 15 diploma's gehaald. Dat ze gek is op zwemmen, dat is dus wel duidelijk. Nu wil ze er geld mee gaan verdienen. Hey, wat ga je nou precies doen zondag? Alles City Swim. Dat is in de haven. Dan moet je zwemmen. Je kunt geld ophalen voor Alles. Jij hebt een heel speciaal doel, hè? Ja. Vertel eens. Voor mijn opa. ALS is een spierziekte die steeds erger wordt. Ook de gezondheid van Kims opa gaat langzaam achteruit. Hij loopt moeilijker. En het gaat ook nog steeds slechter. Het is natuurlijk vreselijk als je zoiets hoort dat je vader dat heeft. Onze wereld stortte ook in. Het was ook heel bijzonder. Het was op 1 april. Dus je denkt in eerste instantie het is een 1 april grap. Ja, en eigenlijk, we zitten nu 3 jaar verder. 3,5 jaar. En eigenlijk gaat het relatief heel goed. Want er zijn toch ook wel veel mensen die gewoon binnen een korte tijd al zijn overlijden. Dus wat dat er gaat, mogen we onze handjes samen knijpen. En ze hoopt ook nog steeds dat ze nog op tijd een medicijn kunnen gaan vinden. Kim gaat komende zondag tijdens een local swim in de haven van Schagen 750 meter zwemmen. En het loopt al lekker met het geld. Ik heb al 402 euro opgehaald. Maar ze kan natuurlijk altijd nog wat hulp gebruiken. En kunnen jullie misschien ook nog even doneren op de website? Dat is Alles City Swim, Schagen.